Hallo beste kijkers, Zakka hier dat spreekt. 2 weken geleden zijn we te weten gekomen dat iemand van mijn familie, die me heel nauw bij het hart ligt, kanker heeft gekregen. Ik zeg liever niet wie die persoon is, maar laten we die persoon gewoon persoon X noemen. Persoon X heeft kanker. Ongelooflijk hoe 1 woordje jouw hele leven kan veranderen. Het is ongelooflijk hoe snel het leven voorbij gaat en hoe zo'n evenement je leven opeens stopzet. Toen ik hoorde dat persoon X kanker heeft, kon ik mijn tranen niet meer inhouden. Elke avond zat ik na te denken. Ik wil je niet kwijt. Ik wil dat je bij ons blijft. Ik wil dat je alles ziet wat ik nog ga bereiken. Ik wil je nog trots maken. 1 week. 1 week heeft het geduurd voor de dokters om ons te kunnen zeggen wat voor soort kanker persoon X heeft. 1 week lang had ik het gevoel dat de dood naast me sliep. En het ergste van allemaal is dat je er niks aan kunt doen. Gewoon bidden. Ik voelde mij zo machteloos. En die gedachten bleven maar in mijn hoofd ronddraaien. En ik was zo boos. Boos op iedereen, want ik keek naar buiten en het leven gaat gewoon door. Op zich is dat wel een mooi concept. Het leven gaat gewoon door. Maar op dat moment had ik het gevoel dat ik in de hel was beland. En er kwam een quote van Winston Churchill in mijn hoofd. Dat gaat als volgt. If you are going through hell, keep going. Als je het gevoel hebt dat je in de hel bent beland, stap gewoon door en je gaat er eventueel uit geraken. Elke dag zei ik tegen mezelf, alles komt in orde. Inshallah. Nu zijn we 2 weken later en we weten welke kanker het is en dat persoon X chemotherapie gaat moeten doen. Geloof me, het is niet gemakkelijk. In zo'n momenten heb je 2 keuzes. Als individu. Eerste keuze, alles opgeven. Tweede keuze, verder gaan. Men zegt, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Wij hebben voor optie 2 gekozen. Het leven gaat door. En zolang persoon X bereid is om te vechten, gaan wij er ook voor vechten. We gaan er alles aan doen om al die kankercellen gewoon te eradiceren. Met hoop in onze ogen en liefde in onze hart komt alles in orde, inshallah. Weet je, door de hele week zo naast de dood gelegen te hebben, ga je heel veel zitten nadenken. En geef je leven meer waarde. Mensen, ik wil mijn leven meer waarde geven. Mijn leven is het waard. Door zoveel na te denken heb ik gevonden wat er niet goed is aan mijn leven. Ik voel mij comfortabel in mijn leven. Ik heb mijn eigen comfortzone gecreëerd. En dat is niet goed. En ik ga jullie uitleggen waarom dat niet goed is. Dat wil zeggen dat ik blij ben met wat ik heb in mijn leven. Ik voel mij comfortabel in het leven met de dingen die ik nu heb. Maar dit zijn de dingen die ik niet wil in mijn leven. Dat is gewoon een illusie die ik heb gecreëerd in mijn eigen brein. Ik wil meer uit mijn leven halen. Als ik mij comfortabel voel, wil dat zeggen dat ik voldoening krijg uit mijn leven. En dat is het niet. Begrijp me niet verkeerd. Ik ben één van de optimistische personen die je ooit zult kennen in jouw leven. Maar ik ben niet blij met wat ik nu doe in mijn leven. Omdat ik weet dat ik meer kan halen uit mijn leven dan dit. Dan enkel dit. Mijn leven is veel meer waard dan dit. Er zijn heel veel dingen die ik altijd heb willen leren. Een klein stom voorbeeldje. Ik heb heel mijn leven lang een achterwaartse salto willen leren. Ik heb dat altijd willen doen. Dat is een stom voorbeeldje, maar toch heb ik dit nooit gedaan. Ik verlies te veel tijd in stomme dingen. Ik wil reizen. Al heel mijn leven lang zeg ik dat ik wil reizen. Ik wil de wereld zien. Maar toch heb ik dat nooit gedaan. Ik wil een Franse kanaal starten. Dat zeg ik ook al jarenlang. Maar toch heb ik het nooit gedaan. Of heb ik het wel gedaan, maar heb ik het nooit afgewerkt. Waarom? Waarom? Waarom verlies ik mijn tijd? Er is altijd iets dat me tegenhoudt. Altijd, altijd, altijd iets dat mij tegenhoudt. En ik heb er spijt van. Ik heb er spijt van dat ik zoveel tijd heb verloren achter de pc. Ik heb er spijt van dat ik steeds weer bezig was op mijn gsm. Ik heb er spijt van dat ik er niet altijd was. De mensen mij nodig hadden. We weten niet hoe lang persoon X nog gaat leven. Maar ik wil wel dat persoon X nog ziet wat ik allemaal ga bereiken in mijn leven. Daarom dat ik nu de keuze heb genomen om uit mijn comfortzone te stappen. Daarom dat ik nu de beslissing neem om uit mijn comfortzone te stappen. Bol af comfortzone. Er is altijd iets. Ik wacht altijd op de juiste moment om eraan te beginnen. Mensen, als er iets is dat ik heb geleerd, is dat er nooit een juiste moment is om iets te beginnen. Elk moment is goed. You don't have to be great to start,
But you have to start to be great. Je moet beginnen. Je moet nu beginnen en dat ga ik ook doen. Ik ben van plan om te reizen. Ik ben van plan om uit mijn comfortzone te breken. Ik ben van plan om heel mijn avontuur in het Frans te filmen. Ik ben van plan om het reizen, om het uit mijn comfortzone te gaan en mijn Franse kanaal samen te brengen. Nu, vandaag. Ik heb vandaag mijn Franse kanaal gemaakt. Het is misschien wel een Franse kanaal, maar laten we niet vergeten dat ik in het Nederlands ben gestart. Ik ga ook altijd alles ondertitelen. Mijn Franse kanaal staat trouwens in de omschrijving, waar ik alles op ga zetten, waar ik laat zien dat het kan. Dat je uit jouw comfortzone kunt geraken en dat je van je leven het beste kunt maken. Hopelijk zal mijn kanaal dienen als inspiratie voor andere mensen. Voor jullie om ook jullie eigen leven in handen te nemen. Ik ga ervoor zorgen dat ik van mijn leven geniet. En ik ga ervoor zorgen dat ik uit mijn comfortzone breek. Met jullie hulp. Ik heb mijn eigen denkwijze. Ik kan enkel dingen doen die ik ken. Daarom dat ik jullie hulp nodig heb. Zouden jullie deze vragen kunnen beantwoorden? 1. Wat staat er allemaal op jullie bucketlist? Dus wat willen jullie minstens 1 keer doen in jullie leven? En 2. Wat raden jullie me aan om minstens 1 keer te doen in mijn leven? Ik vind het eigenlijk verschrikkelijk hoe kanker mij de nodige brandstof heeft gegeven om aan mijn leven te starten. En inshallah, dat alles in orde komt met persoon X. Dank u wel.